Wie we hier hebben, bijna onherkenbaar. Wat is er met jou gebeurd? Ik ben getransformeerd. Even is weg, afgeschud. Even is jammerlijk overleden. En het is klaar voor iets nieuws, een nieuw project. En nu mag jij met jouw outfit of jouw uiterlijk doen wat jij wil? Nee, niet wat ik wil, maar wat het nieuwe project wil, wat er met mij gebeurt. Wordt wel mysterieus gedaan, hè? Maar er wordt veel mysterieus gedaan over nieuwe projecten. We mogen niet alles verklappen natuurlijk, anders is het geen verrassing meer. Marianne, het afscheid van Evie was wel indrukwekkend, hè? Hoe het gefilmd werd en in beeld werd gebracht. Heb je het zelf gezien op tv? Ja, ik heb het gezien en ik moet eerlijk zeggen, ik was best wel nerveus. En ik voelde mijn hart toch een slag overslaan, letterlijk bijna. Ik vond het wel heftig, ja. Ja, dat filmen met de ogen open, is dat eigenlijk makkelijk? Nee, dat is heel moeilijk. De regisseur wou om het nog iets dramatischer maken dat mijn ogen open bleven. Maar dat is echt kei moeilijk. Want ik moest echt meer dan een minuut met mijn ogen open blijven zonder te knipperen. Dus dat is niet gemakkelijk. Zeg, hoe lang gaat het duren voordat wij weten wat dat nieuwe project nu is? Ik denk dat ik de verwachtingen zal kunnen inlossen ergens in het voorjaar. Dus dat is niet zo heel lang meer, maar wel 2019. Heb jij nu zelf een beetje op de sociale media gevolgd wat de mensen schreven over de dood van Evie? Want dit had niemand zien aankomen. Nee, we hebben dat geprobeerd. Jammer genoeg was er een kleine spoiler. Maar het overgrote deel van de kijkers wist het niet. Het is ongelooflijk, die reacties. Ongelooflijk, ik ben heel blij. Omdat mensen Evie toch wel heel graag zagen en dat doet mij ontzettend veel plezier. Ik vraag me af of Evie voldoende notities gemaakt heeft om de echte dader van de steekpartij te ontmaskeren. Ja, dat denk ik wel. Alleen maakte ik mij de bedenking op het einde, waarom neemt ze dat gesprek bij Marie niet op? Waarom doet ze dat niet? Ze heeft op een gegeven moment tegen Lars gezegd, als je haar nog ziet of hoort, neem dan jullie gesprek op. En toch doet ze het zelf niet. Maar ik denk, ze wist dat Marie in verwachting was. En dat haar moederhart heeft gesproken. En haar zachte kant. Ze wou Marie het voordeel van de twijfel geven. En dat is haar fataal geworden. Marianne, hoe graag heb jij Evie Hermans gespeeld? Ja, ontzettend graag. Hè? Het is bijna 6 jaar. Dat kruipt letterlijk in uw vel. Dus dat is... afscheid nemen is nooit fijn. Maar ik ben wel klaar voor iets nieuws.